De behandeling van de wet notarisambt is gisteren niet doorgegaan in de Nationale Assemblee vanwege gebrek aan quorum. Een aantal parlementariërs is in verband met internationale conferenties uitlandig, terwijl enkele anderen verhinderd waren. De fractieleider van de NDP, Amzat Abdul, stoorde zich eraan dat er parlementariërs in het gebouw waren die weigerden de presentielijst te tekenen. Als ik de mededeling doe, wil ik de gemeenschap namens de NDP-fractie mijn verontschuldiging aanbieden voor het niet kunnen opbrengen van quorum. We hadden afspraken, voorzitter, en iedereen heeft zich gehouden aan die afspraken. Maar we hebben de macht over ziekte niet, voorzitter. En het lid is plotseling ziek geworden, dus we kunnen dat niet verhelpen. Maar desondanks, voorzitter, bieden we onze verontschuldigingen aan de gemeenschap. Voorzitter, wat we erger vinden is dat leden van uw college, en wij zijn niet de enige leden van uw college, wel hier in het gebouw aanwezig zijn, maar ervoor hebben gekozen de presentielijst niet te tekenen, voorzitter. Niet te tekenen, in de zaal van de Nationale Assemblee aanwezig zijn en ervoor hebben gekozen om de presentielijst niet te tekenen, voorzitter. Ongeacht hoe belangrijk deze wet is, voorzitter. En dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Dat vind ik erger, voorzitter, dan het geval dat ik met een lid van me heb gehad dat die ziek is geworden. DNA-voorzitter Melvin Bouva gaf aan dat de commissie van rapporteurs haar werk reeds heeft gedaan. En dat het nu aan het college ligt om de wet in behandeling te nemen. U hebt mij dat niet horen doen, niet vanuit de fractie kan dat zeker niet, maar niet vanuit het parlement, hoewel het op zijn plaats is. Maar aan de andere kant zeg ik ook, wij hebben naar beste vermogen ons best gedaan om de wetten voor te bereiden en hier aanwezig te zijn. Dat geldt voor elk een die hier is overigens, dat we dat naar beste vermogen hebben gedaan. En als er anderen zijn die onvoldoende zich daarvoor inspannen, dan zij dat zo. Maar geen verwijt treft u, lid Abdul, fractieleider, geen verwijt treft uw fractie. Inderdaad. Met de nodige afstemming is er een goede planning geweest, maar één van onze leden van DNA, van uw fractie, is plotseling onwel geworden. Ik begreep zelf onderweg naar hier, dus wij hebben dat niet in de hand. En wij wensen het lid Linga van deze plaats uit ook veel beterschap, van harte beterschap toe. Dat was DNA-voorzitter Melvin Bouva gisteren in het parlement. De behandeling van de wet notarisambt is niet doorgegaan vanwege gebrek aan quorum.